Zojuist heeft ons een bericht bereikt. Ik ben net gebeld door Gerrit, de vader van Tijn. En ik heb zojuist het bericht gekregen dat Tijn Kolsteren vanmorgen om 7 uur is overleden. Ik wist dat dit moment kwam. Want dat wisten we al vanaf het moment dat Gerrit en Tijn zich meldden afgelopen december bij de brievenbus van het Glazen Huis. Ik had alleen niet verwacht dat dit moment vandaag zou zijn. Want we hebben gisteren natuurlijk een hele dag geld ingezameld samen met Stichting Sammy voor zijn actie Lak door Tijn. Dat ik binnen 24 uur na het melden dat we €1 miljoen met Nederland hebben opgehaald, moet melden dat Tijn is overleden. Dat schiet nu door al mijn aderen en door al mijn vezels in mijn lichaam als iets dat ik liever niet had gedaan. Dit is dan dus de dag dat Tijn er niet meer is. Vanmorgen rond 7 uur is hij overleden. Ik heb dus net gebeld met Gerrit. Zij vragen of iedereen de privacy van de familie wil respecteren. Zij willen ook nog even één keer laten weten dat dit inmiddels ook gecommuniceerd is met Stichting Sammy bijvoorbeeld. Iedereen was hiervan op de hoogte. Wij wisten ook van de situatie van Tijn in de afgelopen weken. En wat dan rest, dat is ongeloof, dat is boosheid, dat is verdriet. Maar dat zijn ook de woorden van Sanne Hans. Je bent een voorbeeld voor ons allemaal. Je bent een held, een jongen. Tijn, je bent een eeuwig mooi verhaal. Wat een jongen kan meemaken en toch zo blijft staan. Het is moeilijk om te weten dat je ooit weg zult gaan. Je stond hier voor de brievenbus met een groot gebaar. Dominie voelde tranen en dat bracht Nederland bij elkaar. Je bent een voorbeeld voor ons allemaal. Je bent een held, een jongen en een eeuwig mooi verhaal. Je bent een voorbeeld voor ons allemaal. Je bent een held, een jongen, je bent een eeuwig mooi verhaal.